Het is maandag 6 november. Dit is het vernieuwde Drenthe Nu met vanavond. Het Noorderlicht steeds vaker zichtbaar. Manege in Sleen wil in gestrekte draf verhuizen. En vrijwilligers zetten zich in om het welzijn van deze vogel. En dat is hard nodig. En het was vandaag een typische herfstdag. Het was fris in Drenthe met een graad of 11. Vandaag maakt de Aalder deze foto in Bijlen. Wat het weer de komende dagen wordt, dat hoor je zo meteen. Goedenavond. Het lijkt steeds vaker voor te komen. Het Noorderlicht. Dit weekend komt bijna het hele land en dus ook onze provincie genieten van het oogstrelende fenomeen. En zo zag dat er boven onze provincie uit. Kun je je zeg maar voorstellen dat de zon die dus op 150 miljoen kilometer afstand van de aarde als bal, als vuurbal met 15 miljard graden Celsius in de kern brandt. Dus aan de buitenkant van de zon is het 6000 graden. En soms, als de activiteit groot is, komen er van die vlammen, van die explosies met daarin dus die elektronisch geladen deeltjes, die komen naar buiten en dat gaat dan mooi licht geven. En dat noemen we dan Noorderlicht. En dan zie je eigenlijk iets wat je niet voor kan stellen. Die mooie overgangen van die kleuren, die warme kleuren. En dat je het met je eigen ogen gewoon kan waarnemen. Ja, ik vind dat zelf ook heel bijzonder. Alleen, ik heb het nog nooit gezien. Maar onze weerman. Het is gewoon bewolkt. Er valt van tijd tot tijd valt er regen. En andere liefhebbers hebben de komende jaren geluk. Nou, de zonnecyclus die dat eigenlijk veroorzaakt. Je hebt een minimale zonneactiviteit en een maximale zonneactiviteit. 2024 en 2025, dat zijn de maximale zonnestandexplosies. Dan heb je de grootste kans op Noorderlicht. Ja, en fotografen watertanden al bij het nieuws dat het Noorderlicht mogelijk te zien is. Kim Stellingwerf, jij bent professioneel fotograaf. Stel, ik ben hobbyfotograaf en het Noorderlicht is er. En ik sta hier op dat prachtige Dwingelde Veld. Wat moet ik dan doen? Jij wilt tips? Ik wil tips. Die heb ik. Kom jij maar mee. De bedoeling is dat je camera zo stil mogelijk staat. Yes. Dan moet je hem op een lange sluitertijd zetten. Dus dat de camera er lang over doet om een foto te maken. Dus een zinnetje eraf helpt ook wel, denk ik. Ja, hij moet er ongeveer 20 seconden over doen om een foto te maken in het donker. Ja, dat is gelukt. Helemaal goed. En dan willen we de ISO-waarde ook niet heel hoog hebben. Als jij de ISO zeg maar, ja, zet hem op 500 de eerste keer of zo. En je moet een beetje spelen, dus je moet even kijken wat voor effect het heeft op de foto. En desnoods moet je ISO iets aanpassen, je sluitertijd iets aanpassen. Ik zou hem niet te lang zetten, want als je langer dan 30 seconden doet, dan heb je geen sterren meer, maar krijg je streepjes. En stel ik heb nou niet zo'n camera, maar alleen een telefoon. Ja. Krijg je daar het Noorderlicht ook mee gevangen? Ja, het kan. Het is niet makkelijk. Ook dan heb je wel een statief of zo nodig, omdat hij er lang over moet doen om een foto te maken. Dus het beste wil het gewoon met een spiegelreflex of een systeemcamera. Dus heb je alleen een telefoon? Is het misschien wat lastig, maar het kan wel. De aanleiding voor de ontruiming van het schoolgebouw van CSG Dinxstede in Meppel vorige week was een anonieme bommelding. Na de melding verlieten leerlingen en leerkrachten de school, maar bleek loos alarm. Na 45 minuten konden ze weer de school in. Een opvallend voorval, want zo'n 25 kilometer verderop, bij het Delsion Sprint Lyceum in Zwolle, kwam bijna tegelijk ook een dreigement binnen. En ook hier werd de school ontruimd. Toch hebben de meldingen volgens de politie niets met elkaar te maken. Wie de anonieme beller in Meppel was, onderzoekt de politie nog. De opleiding Avans Plus voor Indonesische zorgstudenten gaat stoppen. Er komt geen nieuwe lichting zorgstudenten uit Indonesië. Dit omdat er afgelopen zomer meerdere klachten naar buiten kwamen over de ongelijke behandeling van internationale zorgstudenten. Een deel van die studenten liep stage bij Zorggroep Drenthe. Mensen die de opleiding nu nog volgen, kunnen die wel afmaken. Twee gewonden vanmorgen bij een ongeluk tussen een auto en een vrachtwagen in Emmen. Het ongeluk gebeurde op de rotonde bij de ingang van het GTEC-terrein. De twee inzittenden van de auto moesten door de brandweer worden bevrijd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld. De politie doet onderzoek. De manege in Sleen wil graag verhuizen. Het gebouw is verouderd en bovendien de afgelopen jaren volledig ingebouwd door nieuwbouwwijk Jongbloed. En daarom zoekt de manege met de gemeente naar een nieuwe plek. Manege Sleen bestaat al sinds 1966. En die wordt nu langzamerhand door de nieuwbouwplannen en nieuwbouwhuizen die hier allemaal ontstaan, hebben wij te weinig ruimte. En die ruimte hebben ze hard nodig, want er is een actieve rijvereniging in het dorp die veel lessen en evenementen verzorgt. Afgelopen weekend was hier nog een onderlinge dressuurwedstrijd. Nou, dan lopen toch een 300 mensen rond. Ja, die ruitertjes met ouders en opa's en oma's.
Ja, dat moet je niet kwijtraken, vind ik. Daar komt bij dat het oude pand volgens de vereniging eigenlijk niet meer voldoet. Voor de nieuwe regelgeving zullen straks de stallen wat groter moeten worden. Dat is allemaal niet zo'n probleem, maar het moet wel gebeuren natuurlijk. En de bakken zou mooi zijn als die gewoon wat groter zijn, want dan kun je tenminste ook weer normaal concours organiseren. De manege is ooit eens een keer, in de brand geweest. Daar is, toen is er een nieuwe hal neergezet. En daar is de eerste set golfplaten opgekomen en die golfplaten die zijn gewoon af. Kom maar. Daarom praat de vereniging met de gemeente Coevorden over verhuizing. Op de oude plek komt ruimte voor zo'n 32 nieuwbouwwoningen. Waar de nieuwe manege komt is nog niet duidelijk. Wel dat de manege in de buurt van Sleen blijft. Het is manege in Sleen, dus die zal ook in Sleen moeten blijven. Omdat er toch ook veel kleine kinderen naar de manege komen. Tijdens het EK wielrennen in september van dit jaar werd al aandacht gevraagd voor de patrijs. Het gaat in Drenthe niet goed met deze vogel. De afgelopen 30 jaar is de populatie meer dan gehalveerd. Maar wat is de patrijs nu eigenlijk voor dier? De patrijs is een fazantachtige vogel. Die houdt van akkerlandschap. Kleinschalig, met heel veel verschillende landschapselementen. Het is ook een standvogel, dus geen trekvogel. Dus hij heeft het hele jaar door heeft hij hier een plekje nodig. In de zomer is dat weer anders dan in de winter. En hij eet voornamelijk als volwassen vogel veel plantaardig voedsel, granen, zaden. En de kuikens eten eigenlijk alleen maar insecten. En die hebben we heel hard nodig hier. Ja, de patrijs is dus een vogel die het hele jaar in Nederland en Drenthe te vinden is. Er is actie nodig, anders verdwijnt de vogel mogelijk. In Zwichelte werken vrijwilligers samen met Landschapsbeheer Drenthe op een stuk landbouwgrond. In de hoop om op deze manier de patrijs vaker te gaan zien. Dit stuk land was altijd een stukje land wat braak lag, waar niet zoveel meer gebeurde. Door mijn functie als coördinator van weidevogelbescherming heb ik hele goede contacten met de boeren hier. Met de boer Marken. En toen zijn we eens in gesprek gekomen, kunnen we niet iets met een stukje braakland? En toen hebben we het ingezaaid in overleg met Landschapbeheer Drenthe, die natuurlijk de middelen moet aanwenden. En hebben we met de boer een overeenkomst kunnen sluiten om hier een mooi stukje bloemrijk akkerland in te zetten. De afspraak die we nu gemaakt hebben is dat we eigenlijk om de 2 jaar de blokken gaan wisselen. Dus hier hebben we nu een blok en dit stuk wat nu grasland is, dat wordt volgend voorjaar ingezaaid met nieuw mengsel, met bloemrijk mengsel. Zodat we volgend jaar hier weer allemaal nieuwe zaden en nieuwe bloemetjes zullen zien. En in de oude blokken zal het zaad wat nu van de bloemetjes neerdaalt, zal volgend jaar opkomen. En zal, ja, moeten we kijken wat daarvan terugkomt. Het is 2 jaar geleden dat vrijwilligers dit stuk land hebben ingezaaid. Het ingezaaide stuk moet ervoor zorgen dat er meer patrijzen en andere vogels zich vestigen op dit grondgebied. Het is moeilijk in aantallen uit te drukken of dat nu al is gelukt. De patrijs is een lastige vogel die zich moeilijk laat verplaatsen. De vogel vestigt zich op een klein stukje grond, maar ook daar wordt rekening mee gehouden. Nou, we moeten er eigenlijk voor zorgen dat hij dus zijn leefgebied allerlei verschillende elementen heeft waarin hij die dekking kan vinden. Want daar vertrouwt hij heel erg op. In het landschap zie je hem gewoon niet zo snel gewoon in het land zitten. Daar zit hij altijd in de dekking. En dat kan in zulke ruigte zijn zoals hier, maar ook in houtsingels en houtwallen. Wat hoger gras. En als we meer van zulke soort elementen kunnen toevoegen hier, dan kan hij via die stapstenen eigenlijk zich wel verspreiden uiteindelijk. Beide heren hopen natuurlijk dat dit plan werkt en er meer patrijzen komen. Ze dromen groot. Dat er nog een aantal van dit soort velden zullen ontstaan. Dat er mogelijk ergens nog eens een keverbank ontstaan die ook zeg maar voedsel voor jonge vogels aantrekt. Nou, ik denk dat als we hier over 5 jaar terugkomen en veel meer boeren hebben het enthousiasme van deze ene boer ook opgepikt, dat we dan al echt een groot verschil zouden kunnen zien. De lach verdwijnt voorlopig niet meer van het gezicht van Marit Kamps. De 22-jarige judoka uit Assen won afgelopen weekend brons op het EK judo in Montpellier. Ik voelde me gewoon supergoed. Alles in mijn hoofd was goed. En dan zie je gewoon dat het judo er gewoon heel goed uitkomt. Dus ja. De aanmeldingen voor het Drents Liedjesfestival 2024 zijn geopend. Wil je meedoen? Dan kun je je aanmelden via stichtingreur.nl tot en met 9 maart 2024.
Om 8 uur vanavond speelt FC Emmen in het diepe zuiden in Maastricht. De wedstrijd tegen MVV is live te volgen via Radio Drenthe en onze site. Ja, goede ploeg. Maar zo zijn er wel meer in de KKD. We zullen daar ook uitermate scherp moeten zijn. En Aaldert was vanmorgen op tjak bij Manege Les Cheveux in Buinen. Nienke heeft samen met een aantal meiden geld ingezameld voor Pink Ribbon. Een flink bedrag. We begonnen van de week met een tussenstand van 8.100 nog wat euro. En ja. Gisteren was dat ineens 14.000 euro. Meer dan 1.000 mensen hadden dit weekend belangstelling voor de werken van de overleden kunstenares Maya Wildevuur uit Hooghalen. De werken worden geveld en dit weekend was de laatste kans om ze te bekijken in haar atelier in Midwolda. Ik heb mijn ogen wel op hun werk laten vallen, maar ik wil het graag ook in het echt zien. En ik moet zeggen dat het overtreft mijn stoutste verwachtingen. Al haar werk, het sprankelt. Ik vind het geweldig. Tijdens de kijkdagen is een van de twee zonen van Wildevuur aanwezig. Voor hem zijn dit aangrijpende momenten. Nou, voor mij is dit heel erg emotioneel, want dit is het levenswerk van mijn moeder. En het gaat me heel erg aan het hart dat we afscheid moeten nemen van de spullen. Maar ik word wel, ik heb heel veel mooie verhalen gehoord en dat doet mij wel heel erg goed. Hiddema hoopt met een goed bod een kunstwerk te kunnen bemachtigen. Welke dat is, wil ze liever niet zeggen. Want ik denk dat er heel veel concurrentie is. Ja, ik hoop dat ik het binnen ga halen. Het is heel kleurrijk en dat spreekt me ontzettend aan. Mensen kunnen nog tot morgen op een van de kunstwerken van Maya Wildevuur bieden. Nou. 23 is herfst, dacht het wel, hè? Maar goed, dat klopt ook, want herfst is het en herfst blijft het. Vanavond is het in eerste instantie nog even droger met een afwisseling van wat opklarings en bewolking. Maar de buitenkans wordt in de loop van de nacht weer groter. Daarbij is het een stevige zuidwestenwind en de temperatuur zo'n 7, 8 graden. Morgen, de dinsdag, is eigenlijk nog niet iets zo'n hele rare dag. Want met een afwisseling van wat zon en bewolking, er kan een enkele bui vallen, maar dat zal niet zo heel veel voorstellen. Ja, in de loop van de avond, dan wordt de buitenkans wat weer groter. Morgen ook een matige wind uit het zuidwesten, temperatuur zo'n 11 graden. Woensdag begint nog droger, maar er ligt toch weer een regengebied op de loer. En die trekt in de loop van de middag over, dus regen, 's middags in ieder geval. Temperatuur ook dan zo'n 11 graden met een stevige zuidwester. Ja, en donderdag en vrijdag is het niet veel beter. Het blijft wisselvallig, van tijd tot tijd buien, soms een glimp van de zon, een stevige zuidwester en temperatuur in al dagen zo'n 10, 11 graden. Wat waterkoud, echt novemberweer. Dus ja, we moeten het van de mooie plaat eens hebben op dit moment. En denk je nou bij jezelf, ja, maar zo'n foto kan ik ook wel maken. Nou, maak eens een mooie weerfoto. Doe het dan wel horizontaal, dus niet rechtop. Horizontaal, want anders moet de televisie rechtop zetten. En stuur die naar weerfoto@rtvdrenthe.nl. Zet je naam er ook in bij en waar die foto gemaakt is. En wat weet, komt je foto dan wel in de uitzending. Tot zover het nieuws van deze maandag 6 november. Maar eerst nog deze Lamborghini, zwaar beschadigd. De bestuurder crashte in maart vorig jaar met ruim 300 km per uur op de A28. En de rechter legde hem vandaag een straf op. Je leest er meer over op rtvdrenthe.nl. Een fijne avond en graag tot morgen.